Hey, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe fashion video. Lights, camera, fashion! Zoals je misschien weet, als je dit kanaal al langer volgt, zo niet, abonneer je even voor een heleboel leuke nieuwe video's. Maak ik elk half jaar een trend update waarin ik je vertel welke ontwerpers wat laten zien, maar ook hoe jij je garderobe helemaal klaarstoomt voor het nieuwe seizoen. Er was veel vraag naar, dus bij deze de grote trendvideo van deze winter. Wat me vooral opviel bij deze wintertrends is dat het heel erg gaat om jezelf inpakken en jezelf beschermen. Dus we zijn echt wel afgestapt van mode die vooral om de buitenkant gaat. En we willen ons echt goed voelen in wat we aan hebben en ook comfortabel zijn. Daarom zie je ook dat de Ugly Dad sneaker nog lang niet weg te denken is uit het modebeeld. We willen vooral ook echt kunnen leven in onze kleren. En de eerste trend die daar heel erg bij aansluit is het dragen van ontzettend veel laagjes. Balenciaga die deed dat op een soort absurde manier, waarbij ze een coltrui hadden, daar een capuchon trui overheen, dan nog een jas eroverheen en dan nog een enorme puffer jacket eroverheen en jurken met daar dan rokken overheen. Echt heel bizar, maar daar kun je natuurlijk wel een soort grappige inspiratie en een rode draad uithalen, waarbij de trend vooral is jezelf cocoonen en beschermen tegen de ruwe buitenwereld, zowel qua temperatuur als de situatie waarin de wereld nu verkeert. Het is niet per se een rustige tijd in de wereld. En dat zie je dan terug in mode. Dus dat is wel heel interessant. Wat ik daar als praktische takeaway uithaal is dat hele dunne coltruitjes echt een must zijn voor dit seizoen. Omdat je daar hele fijne laagjes mee kan bouwen. Die kun je bijvoorbeeld onder zo'n trui als dit dragen. Maar ook bijvoorbeeld onder je favoriete items uit de zomer. Stel je hebt een mooie jurk met spaghettibandjes die je graag draagt. Het liefst wel een beetje een donkere. Dan kun je daar bijvoorbeeld een heel dun zwart coltruitje onder dragen. En opeens is je zomeritem ook helemaal winterproof. Dus het zorgt er ook voor dat je iets flexibeler met je outfits om kunt gaan. Een tweede trend die eigenlijk vorig seizoen al ingezet is, is de cowgirl. Daar moet je denk ik even een beetje aan wennen, maar neem deze vooral niet te letterlijk. Denk niet aan carnavalachtige kostuums, cowboys en indianen thema's, maar zit hem vooral in een beetje subtielere western invloeden. Dus een blouse zoals Calvin Klein veel doet met dit soort schouderpads of de zakjes net in een andere kleur denim, wat een beetje zo'n western invloed geeft. De cowboy boots die zijn echt overal, van de Zara tot aan de duurste designers, daar kan je echt niet meer omheen. Ik vind persoonlijk dat Gunny echt fantastische maakt, maar ik ben nog even aan het wachten op de sale, want ik vind €500 een beetje aan de prijzige kant, zeker voor zo'n trend item. Maar ik heb wel het idee dat dit iets is wat om de zoveel jaar weer terugkomt. Dus als je nu in iets investeert, dan denk ik dat je daar niet heel erg mee de mist in kan gaan. Maar het moet natuurlijk wel bij je passen. De key als je iets met deze trend wil doen, is vooral dat je het sophisticated houdt en niet te letterlijk cowgirl. Een andere huge trend in letterlijke en figuurlijke zin is de puffer jacket. En daar komt eigenlijk een beetje het beschermen weer in terug. Dat zijn van die enorme bolle windjacks. Eigenlijk een beetje alsof je in je slaapzak naar buiten gaat. En dan zie je vooral hele korte modellen of hele lange. Dus het zit hem ook wel weer in de extreme. Ook omdat zo'n model op de heup, een beetje zo'n medium lengte, al snel heel tuttig wordt. Als het heel kort is of juist heel lang, kun je echt spelen met de proporties en met de look die je dan creëert. Je ziet die korte jacks dan bijvoorbeeld een beetje over de schouder gehangen. Oké, niet heel warm, maar het ziet er wel tof uit. Dit is misschien niet per se de meest sexy jas of de meest vrouwelijke jas. En het is daarom heel leuk om daar iets van contrast aan toe te voegen. Dus het element van buitenleven, windbescherming er een beetje uit te halen en het te combineren met items die echt party zijn of bij de stad horen. Zoals een toffe jurk of een hele mooie pantalon bijvoorbeeld met een gekropt puffer jacket. Dus het is leuk om een beetje te spelen met verschillende stijlen erin, zodat het niet echt lijkt alsof je in je pyjama naar buiten gaat. Om nog even in de sfeer van jassen te blijven, de teddy coat is here to stay. Die zagen we natuurlijk vorig seizoen al en eigenlijk de winter daarvoor ook. Wat wel aangeeft dat het soms goed is om in één item net iets meer te investeren, omdat het gewoon langere tijd heel erg in het modebeeld blijft. Ze komen vaak in mooie, warme, natuurlijke tinten en die passen bij bijna iedereen. En wat je nog steeds veel ziet is die klassieke beige teddy. Maar dan zijn er wel wat leuke aanpassingen. Bijvoorbeeld dat hij heel lang is. Of dat hij misschien in het roze is. Of in een ander kleurtje. Zwart en wit zie je ook nog wel. Maar er wordt iets meer mee gespeeld met kleur. Maar eigenlijk zit je met een classic beige teddy nog steeds helemaal goed. En die kun je dus ook overal vinden. De soort van holy grail op teddyjassengebied is toch zeker wel de teddycoat van Max Mara.
leuke daaraan is dat zij een aantal jassen hebben. Die perfectioneren ze volledig en dan doen ze daarna nooit meer iets aan de fit. Ze hebben ook zo'n klassieke beige camel coat. Een beetje een harig stofje. Die is al 30 jaar of zo hetzelfde. Dat is gewoon de perfecte ultieme beige jas. En hetzelfde hebben ze met de teddy gedaan. Minder leuk is het prijskaartje. De jas kost echt iets van 2000 euro of zo. Het is insane. Maar inmiddels is de teddy trend zo doorgedrongen tot elke laag van het fashion segment. Dat je ze bijvoorbeeld in allerlei prijskategorieën kunt vinden. Een favoriet van mij is Stand. Een beetje een middensegment merk waarbij je rond 200 euro zo'n teddyjas vindt. Maar ook H&M heeft ze bijvoorbeeld rond 100 euro. Dus in elke soort winkel kun je natuurlijk wel terecht voor zo'n jas tegenwoordig. Dan van fluffy trends naar iets super extravagants, namelijk de sjaalprints. Dit is zo'n trend waarvan ik denk, hier moet je niet al je geld op kapot slaan, want dit is over 1-2 seizoenen wel weer klaar. Eigenlijk is er elk seizoen wel iets van een nieuwe grafisch-achtige print. En dit keer zijn het prints die heel erg doen denken aan retro sjaals, bijvoorbeeld uit Italië. Je ziet ze daarom ook veel bij Versace, die zijn echt wel king and queens in deze print eigenlijk. Wat ik heel interessant aan deze print vind dit seizoen is dat die heel erg gemixt wordt. Dus er worden heel veel verschillende kleuren en verschillende prints met elkaar gecombineerd in één look. Daar moet je natuurlijk best een uitgesproken persoon voor zijn. Maar ik kan me voorstellen dat het leuk is om te kiezen voor één rustigere sjaalprint. En dan alleen een blouseje bijvoorbeeld met een mooie high-waisted denim en een leren riem. Dan is het ietsje rustiger. Maar als je het leuk vindt kun je natuurlijk ook all-out gaan met een blouse en een rok bijvoorbeeld. En dan nog gekleurde boots. Keuze is aan jou. Qua tijdperk laten we de jaren 70 een beetje achter ons en kijken we vooral naar de jaren 60 en de jaren 80. En dat zie je dan vooral terug in het gebruik van veel metallics, maar ook weer nadruk op de schouders. En kleuren die echt zo'n 80s vibe hebben. Dus neons zien we weer veel terug, neon roze, neon geel, fel oranje bijvoorbeeld. En veel bling in de zin van hele grote oorbellen. Echt grote statement oorbellen die zijn nog steeds een huge trend. En ook heel fijn om elke simpele look of dingen die je al langer meer seizoenen draagt net even een andere touch te geven. En om in de accessoiresfeer te blijven. Qua kleuren zien we vooral wit als nieuwe tint voor schoenen dit seizoen. Heel opvallend. Dus witte laarsjes in de winter en voor de zomer daarna zien we opvallend veel zwart. Daarover meer over een half jaar. Maar het grappige daaraan is dat de regels een beetje lijken te blenden. Het is niet meer zo dat één stof of één kleur heel erg bij één seizoen hoort te passen. Eigenlijk mag alles altijd. Het leuke daaraan is ook wel dat je items meerdere seizoenen gedragen kunnen worden. Dus witte enkellaarsjes kun je ook in de lente dragen of in de herfst. En het is natuurlijk gewoon heel leuk als je iets meer uit je kleding kan halen. Dus die witte laarsjes, die zien we veel. En die zijn dan tof met een mooie lange pantalon. Maar ook met denim is wit natuurlijk heel fris. Het kan eigenlijk met bijna alles. En behandel het wit gewoon alsof het je zwarte enkellaarsjes zijn. Perfecte basics. Dan op tassenvlak gaan we klein, klein naar kleinst. Ik heb tegenwoordig zo'n hele grote iPhone 8 Plus. Die past er helaas niet in. Het begon eigenlijk een beetje bij de tasjes van Jacquemus. Die zijn zo klein. Je kan er bijna niks mee, maar ze zien er zo leuk uit. En het is ook een hele mooie tegenhanger tegen die enorme teddycoats en die enorme puffercoats. Om dan een heel klein, delicaat tasje vast te houden. Wat ik al zei, het spelen met contrast is heel erg leuk. En daar zijn ze in de mode ook altijd naar op zoek. Eigenlijk het karakter van wat je draagt nog meer uitvergroten. Wat je ook bijvoorbeeld ziet zijn hele toffe heuptasjes. Die niet zozeer een festivalgevoel, maar meer een fashiongevoel hebben. Dus van leer en in mooie kleuren en mooie stoffen. Wandler is dan een merk die dat heel tof doet. Daar heb ik toevallig net zelf een van ingeslagen in de grote sale ronde. En een ander tasje dat heel erg aan Sex in the City doet denken is van die... hoe leg je dit uit? Het zijn van die buideltasjes als het ware. Hele slappe hangende tasjes die bijna heel tuttig zijn. En dan bezaaid met kraaltjes en pailletjes en dat soort dingen. Een beetje alsof je ze in de jaren 90 uit de kast van je oma hebt getrokken. Dat idee. Ik zie Carrie er zo mee lopen. Ook daar heeft bijvoorbeeld Gunny hele toffe. Maar ook de Zara heeft eentje met zwart en goud. Die ook perfect is voor feestelijke gelegenheden. Nou hangt een nieuw modeseizoen natuurlijk met een aantal do's samen. Maar ook met een aantal don'ts. Dus wat blijft er in je kast en komt erbij hebben we net besproken. Maar wat gaat er nou uit?
Ik wil natuurlijk vooropstellen dat mode echt gaat om jouw smaak, jouw gevoel in kleding en wat jou maakt. Dus het is niet zo dat je elk seizoen alles nieuw en alles eruit moet doen. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal dingen die we nu gewoon minder zien op de catwalk. Dus het leek me leuk om je daar ook even een beetje over bij te praten. Wat zijn nou de don'ts, als je het zo wil noemen? Op het gebied van het dierenrijk gaan we van de slangenprint, die we een aantal maanden geleden nog heel veel zagen, en de classic luipaardprint, die eigenlijk altijd goed blijft, vooral de nadruk leggen op zebraprint. De slangenprint is alweer op de weg naar de exit. En zebraprint is toch wel dé iconische print van het aankomende seizoen. Als je iets van het dierenprint in je kast wil, kan dan zwart-wit zijn, maar ik zie ze ook met hele andere toffe basiskleuren. Bijvoorbeeld bij Made in Heaven, maar ook bij Envy. Daar hebben ze bijvoorbeeld eentje met een licht roze, paarsachtige ondergrond. Die heb je misschien in mijn shoplog ook wel gezien. Dus dit is zeker iets wat je ook niet met een mega budget hoeft te doen. Iets anders dat we ook wel een beetje achter ons laten is de enorme logomania. Een aantal seizoenen terug, tot vorig seizoen, had je natuurlijk van die enorme logo's op truien, op sjaals. Balenciaga heeft die trend heel erg gezet. Overal maar dat logo opzetten. En dat is ook wel iets wat een beetje af aan het zwakken is. We willen nu toch weer terug naar een iets strakker, iets subtieler en iets moderner design daarmee. Ook wel omdat de jaren 90, waar die logomania natuurlijk heel erg in past, een beetje minder relevant is dit seizoen. Vorige winter ging het heel erg om zachte, warme tinten, ook wel de jewel tones. En dit seizoen zijn de kleuren veel harder. Dus we zien geel, felblauw, rood, groen, maar zelfs neon tinten in de winter. En dat is echt wel een ander kleurenpalet. En die kleuren clashen ook wat meer samen. Dat zie je dan bijvoorbeeld in die sjaalprints, maar ook in ruitjesprints die met elkaar gecombineerd worden. Dus de kleuren zijn echt wel wat feller en wat harder. Maar dat is natuurlijk ook een kwestie van of je dat mooi vindt of niet. Qua metallics is rozegoud ook iets wat we nu weer veel minder zien. Dat is heel grappig hoe die trends zich echt wel om de paar jaar zo afwisselen. Op dit moment draait er heel veel om goud en om glitter. Zelfs hele glitterpakken, vooral veel in zilver zie je ze dan. Maar ook metallic tinten met elkaar gecombineerd. Of glitter met metallic stof en met pailletten bijvoorbeeld. Maar rosé is wel een beetje on the way out. Sorry guys. De allerbelangrijkste trend is natuurlijk gewoon dragen waar jij gelukkig van wordt en waar jij je goed in voelt. Daar kan geen trend report tegenop. Dus dat is wel het grootste advies dat ik je mee wil geven. Pak gewoon kleine dingen die je leuk vindt en die jou inspireren en maak het eigen, want dan wordt het het tofst. Als je nog vragen hebt, laat het me zeker weten in de comments hieronder. Ik hoop dat je deze tips ook een beetje toe kunt passen in het sales shopping seizoen. En vooral dat je het gewoon leuk vond om te kijken. Happy fashion season en tot snel. Doei!